Dames en heren, hartelijk welkom bij de opening van het Bouwinnovatielab van TNO hier in Delft. Ik sta hier live met deze prachtige mensen om mij heen. En mijn naam is Suze Gehem, ik ben duurzaam ondernemer en zit ook helemaal in de gebouwde omgeving. En als oud-Delftenaar vind ik het een enorme eer om hier vandaag te mogen zijn met jullie samen. We hebben een wervelend programma samengesteld. We gaan in een uurtje tijd alle onderdelen van dit prachtige lab de revue laten passeren. En dan hoor ik de techneuten al denken thuis, maar dat is voor mij niet genoeg diepgang. Nou, daar hebben we een oplossing voor. We gaan aan tafel zometeen spreken over drie onderwerpen. Duurzame bouwmaterialen, de warmtepompen en fluctuerende belastingen. En als jullie dan meer willen weten, dan kunnen jullie om 11 uur melden bij de breakout sessies. En als het goed is komen de linkjes onderaan deze streaming te staan. En daar kunnen jullie dan om 11 uur inloggen. Nou, dat is natuurlijk een fantastisch, prachtig programma. Rest mij niets dan eventjes de mensen die om me heen staan welkom te heten. Om te beginnen met burgemeester van Bijsterveld. Wat ontzettend fijn dat u hier vandaag bent. Met plezier. Doekle Terpstra, voorzitter van Techniek Nederland. Hartelijk welkom. Tim van der Hagen, rector magnificus van de TU Delft. En dan hebben we Paul de Krom en Machtold. Alle twee van TNO, de CEO van TNO. En Machtold, eigenlijk onze gastvrouw zou ik wel willen zeggen. Managing Director van de unit Bouw, Infra en Maritiem. Als ik het goed zeg, mondvol. Dat zijn ook de thema's die hier eigenlijk onder dit dak allemaal bijeenkomen. In dit prachtige lab. Nou, dan ben ik heel benieuwd, hè, want het is volgens mij, als je samen met 250 mensen werkt aan die fantastische innovaties, een soort droom die uitkomt, om dan hier te staan en dat dit lab vandaag officieel geopend wordt naar de buitenwereld toe. En jij vertelde mij dat jullie die droom een paar jaar geleden hebben uitgeschetst. Dan ben ik wel heel benieuwd, hoe zag die schets eruit en is je droom ook een beetje uitgekomen of zijn de meeste dromen een beetje bedrog? Nou, vertel. Nou, inderdaad, toen wij begonnen met nadenken over hoe moet dit lab eruit te komen zien, hebben wij een schets gemaakt van onze droom. En daar zagen wij voor ons een gebouw dat duurzaam is, een gebouw dat transparant is, wat toegankelijk is, wat open is, open voor onze partners. En in een omgeving zit waar het bruist van de innovatie en het bruist van de kenniswerkers, die hier natuurlijk ook op de campus van de TU Delft heel veel zijn, maar waar ook bruist van de bedrijvigheid. Dus ook in een omgeving waar we onze partners tegenkomen, waar onze partners zich geïnspireerd voelen. En als ik nu zo om me heen kijk en ik zie hoe het lab is geworden, denk ik dat een heel groot deel van onze droom is uitgekomen. En ja, daar zijn we ook hartstikke trots op. Ja, absoluut. Die transparantie die zie je al als je hier aankomt rijden, aankomt lopen met de gevel waar je zo half doorheen kan kijken. Gisteren waren we hier al in de voorbereidingen en er was zoveel bedrijvigheid dat we ook zeiden, bepaalde installaties moeten we maar even stilzetten, want anders kunnen mensen thuis ons ongeveer niet horen. Dus het is hier allemaal in volle gang. Nou, dat moet natuurlijk een fantastisch moment zijn. Waar ben je het meest trots op? Nou, ik ben vooral het meest trots op onze mensen die dit voor elkaar hebben gekregen. En als ik nu zie hoe ze hier bezig zijn met het werk waar wij de transitie in de bouwsector meehelpen met een stuk innovatie. En de passie die mensen hebben, daar ben ik het meest trots op. Nou, dat kan ik me heel goed voorstellen. Heel veel dank. Fijn dat we hier vandaag mogen zijn en dit feestelijk moment met elkaar mogen vieren. Nou, volgens mij, want jullie zijn natuurlijk allemaal heel benieuwd, want achter dit doek is die prachtige hal waar we zo meteen gaan plaatsnemen en waar dus al die innovatie de komende jaren ook plaats gaat vinden. Nou, hoog tijd volgens mij om over te gaan tot die openingshandeling. Dan kunnen we daarna lekker de diepte in, want daar houden we allemaal van. Ja. De afstandsbediening gaat naar de burgemeester. Mevrouw de burgemeester, de bovenste knop, dat is de knop die u mag aanraken. De andere vooral niet is ons geïnstrueerd. En we gaan zo meteen aftellen. Jullie mogen thuis meetellen, maar heel graag als jullie mee willen tellen, van 5 naar 1. Bij 1 mag u op de knop drukken en u mag hem ingedrukt houden. Mooi. Totdat hij boven is en dan komt, als het goed is, langzaam aan dat lab voor u thuis tevoorschijn en dan is de onthulling een voldongen feit en dan gaan we lekker praten over wat hier allemaal gebeurt. Heel mooi. Gaan we doen? Weer een innovatielab erbij in de ochtend. Ja, absoluut. Nou, dan gaan we tellen. Ja. 5, 4, 3, 2, 1. Hoera! Daar gaat hij. Fantastisch, dan wil ik u uitnodigen om alvast aan tafel te gaan
Ja, en terwijl wij plaatsnemen, gaan we even kijken. Want jullie zijn natuurlijk heel benieuwd wat hier allemaal gebeurt. En er is een klein filmpje gemaakt met al die verschillende innovatieve dingen die hier onder dit dak zo al gebeuren. We zien jullie zo aan tafel. Welkom in het nieuwe Bouwinnovatielab van TNO. In dit lab werken we aan innovaties die nodig zijn om de gebouwde omgeving te verduurzamen. We doen bijvoorbeeld onderzoek naar circulaire bouwmaterialen. Er zijn speciale klimaatkamers die we gebruiken bij de ontwikkeling en het testen van warmtepompen. Maar ook hebben we zware opstellingen om te onderzoeken hoe constructies stuk gaan, bijvoorbeeld door vermoeiing. Als je onderzoek doet naar innovaties voor de bouw, dan hoort daar een uniek gebouw bij. En dat is gelukt. Zo kun je wel zien dat de architect veel aandacht heeft besteed aan het interieur van dit nieuwe bouwinnovatielab. Want mooi toch, die industriële look met gele accenten? Daarnaast is het ook nog eens een heel duurzaam pand. Zo gebruiken de warmtepompen een ondergrondse waterbron voor de verwarming en koeling van het gebouw. Er liggen zonnepanelen op het dak. En doordat de gevel licht doorlaat, is er minder kunstmatige verlichting nodig. In eerste instantie zou dit een aardgasvrij pand worden. Dat er alsnog een gasaansluiting is gekomen, komt alleen omdat verschillende onderzoekers aangaven dat ze ook apparaten testen die nog op gas werken. Bij de bouw was er ook aandacht voor het hergebruik van materialen. Zo zijn de klimaatcellen vanaf de vorige locatie mee verhuisd. En de metalen draagconstructie en de aluminium gevelelementen van het nieuwe pand kunnen makkelijk gedemonteerd worden om elders weer deel uit te maken van een nieuw bouwwerk. Maar eerst gaan we als TNO nog heel lang heel veel plezier hebben van dit laboratorium met state-of-the-art onderzoeksfaciliteiten. Nogmaals hartelijk welkom hier in het Bouwinnovatielab, wat officieel geopend is samen met deze fantastische gasten vandaag. Ik ga even met deze mensen in gesprek. En ik heb ze net al even kort geïntroduceerd, maar ik ga het gewoon nog een keer doen voor de mensen die net zijn ingeschakeld. Allereerst Marja van Bijsterveld, burgemeester van de gemeente Delft. Hartelijk welkom. Doekle Terpstra, voorzitter van Techniek Nederland, een organisatie die voor de meeste techneuten onder ons waarschijnlijk wel bekend is. Verder hebben we natuurlijk Paul de Krom. Paul, CEO van TNO. Nou, u zal wel apetrots zijn als u ziet wat hier allemaal nu gebeurt en dat we dit nu eindelijk wereldkundig kunnen maken. En, hier met z'n allen zijn. Fantastisch, heel trots ook. Ja, dat snap ik. Ja. Tim van der Hagen, rector magnificus en de voorzitter van het college van bestuur van de TU Delft. Fijn dat ik erbij mag zijn. Ja, fantastisch. We gaan dit moment feestelijk vieren. Allereerst, burgemeester. Hoe belangrijk is nou innovatie in de bouw voor een stad als Delft? Ja, dat is... Bijna een open deur, maar het is wel belangrijk dat we hem even benoemen. Ja, want we zijn hier wel in Delft. Even benoemen. Het lijkt zo vanzelfsprekend, maar ik vind het altijd weer heel mooi om te zien. Net kregen wij een rondleiding. Dan spreek je met al die jonge mensen. Die komen allemaal deels van de hogeschool, maar deels natuurlijk ook een groot deel van de TU. En daar zie je gewoon het enthousiasme, de passie ervan afspatten. En dat is denk ik wat Delft ook zo dynamisch maakt. Want we hebben nu dit innovatiecentrum, maar we hebben de Green Village, de Robo Valley. En dit is natuurlijk, als je kijkt naar de opgave waar Nederland voor staat, hè, bouwen, maar ook infrastructuur, installatietechniek, ja, dan is het zo belangrijk dat we scherp kijken, hoe doen we dat, wat betekent dat voor duurzaamheid, circulariteit, en dat wordt hier, zag ik net, gewoon heel praktisch gedaan. Ja, absoluut. Dus dat is goud en dat is echt Delft. Bij Delft zijn we eigenlijk elke dag bezig met wat morgen en overmorgen moet gebeuren. Wat in de toekomst nodig is voor ons land en ook internationaal. Ja, want we praten niet meer over 10, 20, 30 jaar. We moeten nu aan de slag om over 10 jaar echt hele grote stappen te maken. Gelet op de doelen die we hebben gesteld, is dat wel heel belangrijk. Ja, absoluut. Nou ja, en die bedrijvigheid, dat herkent u waarschijnlijk wel. Fantastisch. Ik krijg hier enorm veel energie van. Ik zit helemaal te glunderen omdat ik hier even net rondgelopen heb, de rondleiding heb mogen genieten. Want dit is precies de richting die wij voorstaan als universiteit. Van een academische campus naar een innovatie-ecosysteem. Ja, het klinkt modern enzovoorts, maar het is eigenlijk toch wel wat het is.
samen met partners. Hè, dus ja. Co-creatie, maar ook co-locatie op dezelfde plek. Ja. Met bedrijven, met kennisinstellingen aan de slag om die innovatie echt vooruit te brengen. Ja. En ja, Maya zei het al, dit is dan zo'n ecosysteem op zich voor bouwinnovatie. Maar je hebt ook Green Village, je hebt Robo Valley of Robotica. Je hebt House of Quantum voor de quantumcomputing enzovoorts. En ik voorspel, die sub-ecosystemen, nog zo'n lelijk woord, maar die gaan wel met elkaar in interactie. Ja. Want wat hier ontwikkeld wordt aan materialen, aan constructies, aan methodieken, al die fantastische nieuwe dingen, die kunnen beproefd worden op de Green Village. Ja. Een reguliere zone. En daarna kunnen ze dan uiteindelijk benut worden en uitgerold worden in de maatschappij. Ja, dat is fantastisch. Dus perfecte richting. En dat is wel heel mooi, hè? Want ik weet nog dat mensen vroeger wel zeiden, maar als je dan naar de universiteit gaat studeren, dat is allemaal zo abstract. En dan ga je allemaal reeksommetje maken, heeft niks met de praktijk te maken. Maar als je nu ziet wat er dan ontstaat, hè, in zo'n lab en door verschillende faciliteiten aan elkaar te koppelen. Kijk om je heen wat er nu gebeurt. En dat is ook voor studeren. Delft natuurlijk fantastisch, dat ze meteen Absoluut. Zien ook wat er gedaan kan worden met de kennis die ze opdoen. Dat is ook de grote waarde van TNO natuurlijk, dat je niet alleen maar het principe onderzoekt, maar ook uiteindelijk de toepassing. Precies. En dat, nou ja, dat is natuurlijk geweldig. Die combinatie is echt goud. Ja. En die hebben we als samenleving heel hard nodig. Ja. Ik wou dat ik nu 20 was, dat ik nu mocht studeren. Ja. Het is echt zoveel mooier dan vroeger. Ik ook, joh. Je handen gaan toch jeuken. Ik wil gaan ontwerpen. En dan zie je al die verschillende faciliteiten waar je testjes kan doen. En dat is fantastisch. Ja. Ja, en nou ja, het werd net al even genoemd, en we zijn natuurlijk bij TNO. Jullie hebben een prachtige missie en die vervullen jullie met zo'n 3400 toppers, onderzoekers, techneuten, adviseurs, noem het maar op. Misschien is het leuk dat we even heel kort horen in één zin wat de missie is zo'n beetje van TNO en ook hoe dat lab daaraan bijdraagt. Nou, heel simpel gezegd, simpeler kan het bijna niet, is het vertalen van wetenschappelijke concepten, ideeën, inzichten in praktische toepassingen. En dat zie je hier. Fantastisch. Nou, ja. En hoe zien jullie de samenwerking met bijvoorbeeld de TU Delft? Nou, ik kan het bijna al niet mooier zeggen dan wat Tim het heeft gezegd en Maya. We hebben natuurlijk een hele lange relatie, niet alleen met de gemeente Delft, maar ook met de Technische Universiteit. En daar zit denk ik ook de kracht van die samenwerking. Want je kunt oplossingen voor de bouw bijvoorbeeld, ja, dat is zo complex en zo ingewikkeld. Dan moet je eigenlijk naar het hele systeem kijken. En het is eigenlijk, en dat geldt voor heel veel onderwerpen, als je kijkt naar die grote maatschappelijke transities, dan kun je dat niet meer met één instituut doen. Dan moet je samenwerking zoeken in die hele keten, met universiteiten, met het bedrijfsleven. Daarom vind ik ook heel blij dat Doekle Terpstra hier is namens Techniek Nederland. Ja. En met al die partners samen moet je oplossingen zien te ontwikkelen voor bijvoorbeeld die grote verduurzamingsopgave. En dat is ook de reden waarom we als TNO echt ook in de buurt van die universiteiten willen zitten, waar ook die bedrijvigheid is, op de campus zoals die hier in ontwikkeling is. Ja, het is letterlijk in het straatje van de... Maar dat doen we natuurlijk ook in Eindhoven en op andere plekken in Nederland. En daar zit ook de kracht van die samenwerking. En ik wil eraan toevoegen, daar zijn wij in Nederland echt waanzinnig goed in. Zeker ook in vergelijking met het buitenland. Er wordt wel eens veel gebopperd, maar hier ben ik echt trots op wat wij doen. Oké, dus dit is eigenlijk hoopvol. Want we lopen natuurlijk op een aantal thema's behoorlijk achter in Europa. Dus het gaat over energieverwerking, et cetera. Maar wat hier gebeurt, kan eigenlijk... Ja, wat we hier samen doen met de universiteiten, hier in Delft, al jarenlang, op veel gebieden trouwens, niet alleen in de bouw, maar ook op het gebied van quantumcomputing, op het gebied van instrumentatie voor de lucht- en ruimtevaart. Ja, dat is gewoon heel waardevol. En dan zie je ziet het gebeuren, dat er dan zich ook bedrijven omheen verzamelen. Mooi. Ja, en dan krijg je zo'n mooie, leverendige campus. Nou, dat zie je hier gebeuren. Dus we hebben het over een stuk kennis, we hebben het over een stuk samenwerking, de verbinding tussen verschillende domeinen. Absoluut. Je kon vroeger dan bouwkunde gaan studeren of civiele techniek. Nou, hier komen al die thema's eigenlijk praktisch samen in één lab. Hoe zie jij dat? Wat vind je van deze plek? Nou ja, iedereen is enthousiast, dus ik moet het in enthousiasme houden treffen. dat lukt wel. Nou, ik ben er ook heel erg enthousiast over. En ik hoef eigenlijk niet eens te herhalen wat er net is gezegd. Van de afhankelijkheid ten opzichte van elkaar. Maar dan vanuit het bedrijfsleven, want dat hebben we nu nog niet besproken. Dat is wel een hele boeiende en uitdagende. Hè, van de samenwerking die moet gestalte krijgen. En overigens moeten we ook niet meer denken in termen van alleen bouw. Want het is ook daar dat de integraliteit toeneemt. Het gaat om ontwerp, bouw en techniek. Ja. Die zijn aan elkaar geschakeld. En die zijn ook in toenemende mate van elkaar afhankelijk. Dus ook daar moeten we als het ware een beetje weg zien te komen van de klassieke beelden. Ja. We gaan naar een nieuwe werkelijkheid toe. Ja. Maar de afhankelijkheid ten opzichte van elkaar wordt alleen maar groter. Als ik alleen kijk naar de installatietechniek, die is in zichzelf heel snel aan het veranderen. Mm-hmm. Het gemiddelde installatiebedrijf van 10 jaar geleden zegt nu,
ik doe ook installatiewerk. Maar ik doe heel veel andere dingen. Ik ben bezig met remote, met predictive maintenance, met machine learning. En ik ben steeds afhankelijker, ook van de wetenschappelijke kennis die wordt aangereikt. Alleen die twee werelden, die moeten zich nog wel beter met elkaar gaan verbinden. Ja. Dus het is fantastisch dat deze faciliteit er nu ook is. Ik denk dat er heel veel perspectief in zit. Ja. Nu is ook de kunst om ervoor te zorgen dat we partijen die elkaar niet vanzelfsprekend hebben weten te vinden. Ja. Dus bijvoorbeeld de installatietechniek of de bouwer met deze prachtige omgeving. Ja. Dat we daar echt naar gaan zoeken en een antwoord op weten te vinden van hoe brengen we nou dat onderzoek en die praktijk goed en dicht bij elkaar. Kijk, en op die manier kunnen we versnellen. Nou, en dan hebben we nu natuurlijk heel veel gejubeld met elkaar. Misschien nog wel even goed om kort aan te halen waarom dit zo belangrijk is. We staan natuurlijk voor hele grote uitdagingen. Wie wil daar iets over zeggen? Nou ja, heel simpel. We waren net in een van onze klimaatkamers hier. Ja. Waar bijvoorbeeld warmtepompen worden getest. Het is heel belangrijk dat mensen die zo'n apparaat in huis geïnstalleerd krijgen, ja, geen last hebben van lawaai. Ja. Dat dan zo'n apparaat het ook in alle weersomstandigheden het goed doet, het efficiënt doet. Ja. Dat moet je wel testen. Ja. Nou, dat is wat je hier doet. Ja. Dus het is heel praktisch, maar ongelooflijk belangrijk om die verduurzaming van die woningvoorraad tot stand te brengen. Dus we hebben verduurzaming woningvoorraad. Ja. Ja. We hebben energietransitie. Kijk, wat Doekle net zei, die verbinding. Hè? Hoe doe je die verbinding tussen bedrijfsleven en die wetenschappelijke en die toepassing van die nieuwe wetenschappelijke inzichten. Maar je moet rekenen, we moeten een hele samenleving meekrijgen om dit te gaan doen. En dat vergt heel veel. Dat vergt heel veel inventiviteit, dat vergt heel veel verleiding ook. Hè? Dus als je mensen dan een nieuw systeem, laat maar zeggen, aan de man gesmeerd hebt, dan moet men ook tevreden ermee zijn. Want anders is het imago, valt zo weg rondom zijn ontwikkeling en dan heb je een groot probleem met de rest. Ja. Dus het is veel breder, het heeft echt met mensen te maken. Techniek, maar het gaat ook over de sociale wetenschappen, gedragswetenschappen, gezondheidszorg, geneeskunde. Zie zomaar eens te bouwen dat mensen minder snel ziek worden. Dan ontlast je de gezondheidszorg. Binnenklimaat, et cetera, ziekteverzuim. En dit is daar een onderdeel van die keten, zoals Paul dat noemt. Dat is ook het belang. TU werkt nu intensief samen met de Erasmus Universiteit en het EMC. Ook Leiden natuurlijk. Maar je ziet wel, al die disciplines komen bij elkaar. Want werelden van mensen zijn niet gefragmenteerd. Nee. Het is allemaal geïntegreerd en er zit heel veel emotie bij en vertrouwen. Ja. En dat moet je bewijzen. En als dat bewezen wordt, dan zijn mensen best bereid om stappen te zetten. Maar er wordt veel gevraagd eigenlijk van mensen zelf uiteindelijk. En die moeten we meenemen in dit hele grote proces. Nou ja, wat ik heel interessant vind, is precies datgene wat denk ik Paul ook al aangeeft. Van, je bent nu in staat om eigenlijk ook heel snel en accuraat aan te sluiten, ook op een politieke agenda. Ja. Heel concreet zag ik nu vanochtend ook, dat er nu al gewerkt wordt met de ontwikkeling van de hybride warmtepomp. En we weten dat het kabinet daar een grote investering op laat plaatsvinden. Met ingang van 2022 al. Hè. Ja. Dus dat wordt groot in Nederland. Maar er zit ook nog weerstand bij burgers op het gebied van geluid. Levert die inderdaad de resultaten die we graag willen? En als je dat onderzoek en ook de toepassing daarvan kunt verbinden met ook de vragen van de fabrikanten, maar ook van de klanten, dus gewoon van de consumenten, dan ben je de multiplier aan het organiseren, om het zo maar even uit te drukken. Dus het is precies wat we hier doen. Precies wat we hier doen. Precies wat we hier organiseren. Ik vind dat een hele mooie. Ja. Absoluut. Ja, prachtig. Dan wil ik heel graag nog horen het favoriete plekje van Paul in dit hele lab. De favoriete plek die in dit lab, waarvan je denkt, daar heb je de hoogste verwachtingen van. Nou, ik ben vandaag hier ook voor het eerst. Het is een dubbel feest, omdat na corona kunnen we weer dit soort dingen doen. Ja. Hè? Dus het is een feest om hier jullie te gast te hebben. Het is een feest om hier met de mensen in het lab te spreken. Die trots en de passie waar Maya over had, ja, dat zie je hier gebeuren. Dus ik heb niet een favoriete plek. Het is het hele lab wat ik fantastisch vind. Maar de energie van de mensen. Ja, maar vooral met de mensen erin, die met zoveel passie willen bijdragen aan precies die maatschappelijke opgave in die woningbouw bijvoorbeeld, maar ook op het gebied van infrastructuur, op het gebied van maritiem. Ja, en daar kom je heel enthousiast van terug. Nou, geweldig. Geweldig. Dank. Hartelijk dank voor dit mooie gesprek. De kick-off. Het lab is nu officieel geopend. En we hadden het al even over de energie, hè, die hier in dit lab, het bruist hier, kunnen we wel zeggen. En we hebben drie thema's die belangrijk zijn voor dit lab. Hebben we op tafel, gaan we hier aan tafel bespreken met een aantal mensen samen. Het format is vergelijkbaar. We hebben iedere keer een TNO'er aan de ene zijde en een aantal marktpartijen die aanschuiven aan tafel en die met ons in gesprek gaan. Nou, ik ga meteen het eerstvolgende blokje aankondigen. En het gaat over duurzame bouwmaterialen. Ontzettend belangrijk als we het natuurlijk hebben over die bouw, de infra en de maritieme sector. We gaan kijken naar een klein filmpje over wat er hier gebeurt.
Beton is wereldwijd het meest gebruikte bouwmateriaal. Bouwtechnisch heeft dat materiaal veel voordelen. Maar de productie van traditioneel beton veroorzaakt helaas ook tot 8% van de wereldwijde CO2-uitstoot. In Nederland doen we het niet zo slecht. Dat hebben we te danken aan alternatieven voor cement, zoals hoogoverslakken en vliegassen. Maar die raken op. De grote vraag is wat we nu als alternatief kunnen inzetten. Daarbij weten we dat hergebruik van beton en andere reststromen veel kansen biedt. En dit nieuwe Bouwinnovatielab is de perfecte plek om verschillende opties te onderzoeken. Zo kunnen we hier direct testen wat de eigenschappen zijn van de reagerende grondstoffen en uithardende mortels. Hoe sterk en flexibel is het? En leent de chemische samenstelling zich voor een langdurige, herbruikbare toepassing? Is het veilig in constructies? Ook dat is een belangrijk aandachtspunt. Daarbij gaat het nooit zo snel als we zouden willen. Een innovatief mengsel dat goed in het lab presteert, heeft nog een lange weg te gaan voor het met succes op een bouwplaats kan worden toegepast. Wat daarbij wel helpt, is dat we nauw samenwerken met bedrijven die vanuit de praktijk weten hoe je mengsels kan afstemmen op fabrieksomstandigheden. Zo werken we samen met het bedrijfsleven aan de ontwikkeling van een nieuw soort betontegel. Dat is een tegel die een minstens 40% lagere CO2-uitstoot heeft dan een gangbare keramische tegel of betontegel. En dat is nog niet alles. De tegel bestaat voor bijna 80% uit bouw- en sloopafval. Dat is al een flinke stap in de goede richting. We zagen het al, er gebeurt hier van alles op de innovatie van de bouwmaterialen. Nou, als ik nog iets me herinner van mijn oude vakken materiaalkunde, dan was het wel dat er vaak een torenhoog eisenpakket aan de materialen wordt gesteld. Nou, de mensen die hier aan tafel zitten, die weten er alles van. Hè. Het gaat over duurzaamheid, over esthetiek, het gaat over constructieve eigenschappen, over de veiligheid. En hoe kan een lab zoals deze van TNO nou aan al die verschillende eisen voldoen? Nou, ik hoop daar een antwoord op te krijgen zometeen. Allereerst hebben wij aan tafel Siska Valken. Jij bent gepromoveerd geologe, senior onderzoeker bij TNO en weet alles van de duurzame steenachtige materialen. Nou, dat is al fantastisch dat we jou hier aan tafel hebben zitten. Sonja Venn is ook gepromoveerd, dus er zit heel veel kennis hier aan tafel. Voormalig onderzoeker aan de TU Delft en inmiddels als senior adviseur bruggen en viaducten bij Rijkswaterstaat. En Bart Massa. Niet gepromoveerd. Niet gepromoveerd, wel ontzettend ondernemend. Stonecycling, dat is jullie bedrijf. En de missie van Stonecycling is om de bouwmaterialen te maken die 100% geupcycled zijn. Ja. Fantastische ambitie. Jullie hebben samen met TNO de tegel, we zagen hem net al even in het filmpje, hè? Die hebben jullie samen ontwikkeld. Tegen welke uitdagingen liepen jullie aan in de ontwikkeling? Nou, ontzettend veel uitdagingen. Ik weet nog, het is mensen denk ik al 6 jaar geleden dat we een artikel zagen van TNO online dat ze met een bepaalde ontwikkeling was. En dit was volgens mij bijvangst uit een ander onderzoek. Okay. En dat sloot goed aan bij onze missie. Dat ging over het maken van een koud gebakken baksteen. Ja. We hebben toen TNO benaderd. Wat is dat voor technologie en wat kunnen we daarmee? Maar we merkten ook in die samenwerking dat TNO vooral technisch aan het ontwikkelen was. Hoe kun je een veilig en een goed en een technisch goed werkend product maken? En wij vanuit Stonecycling perspectief willen wij vooral ook, buiten dat ze technisch goed moeten zijn, ook mooie en aantrekkelijke materialen maken. En ons idee is het zo dat als wij met z'n allen willen dat afval echt de grondstof van de toekomst wordt, dan moet je daar ook iets heel moois van kunnen maken. Ja, en dat zijn hele andere vragen dan wat ik begreep van Siska en haar team. Dat zijn niet, doorgaans niet de vragen die zij gesteld krijgen. Want buiten technische kan het er ook nog bijzonder of mooi of aantrekkelijk uitzien. Ja. Nou, en dat is wel een hele leuke wisselwerking geworden. En ik merkte ook, ja, en door die vraag al te stellen, dat er een heel ander denkproces startte. Ja, overigens heel leuk wat je aanhaalt, dat er uit een onderzoek eigenlijk een bijproduct was. Hetgene waar jullie nu weer een innovatie op zetten. Dat zien we natuurlijk heel vaak, hè? Dat het eigenlijk dat je niet weet hoe een koe een haas vangt er ontstaan ineens hele andere dingen. En hoe was het voor jou vanuit TNO om samen te werken met deze heren? Wat was jullie bijdrage in dit hele proces? Ja, het is een langlopend traject. Een langlopend traject, ook ontzettend leerrijk. Hè. Bart die pusht ons eigenlijk om vanuit het lab ook de praktijk in te gaan. Een mede fabriek in. En ja, we hadden eigenlijk al een mengsel met 80% restmateriaal en ook 40% CO2-reductie.
dat goed presteerde hier, maar dan kom je in de fabriek en dan andere productietechnieken. En dan leek het er toch op dat we terug het lab in moesten, want het moest droger, minder plakkerig. En ja, dan komt het echte werk. Hè. Dan moesten we dus met additiefjes aan de slag. We hebben gelukkig ons chemisch lab, waar we dan heel nauwkeurig kunnen doseren en kijken, werkt het wel, werkt het niet. Ja. Dus, mooi, hè? Dus het betekent dat het lab heel dicht tegen de uiteindelijke productiepraktijk aan zit. Het is niet helemaal aan de voorkant van, nou, we doen wat testjes. Nee, we zijn wel 10 keer weg en weer gegaan. Precies. Ja. En je merkt dus ook in het product, het ontwikkelen van een product dat daadwerkelijk in de gebouwde omgeving komt. Dat, ja. Er is een theoretische fase, er is een labfase. Maar we merkten ook op een gegeven moment, ja, er is maar zoveel dat je in het lab kan testen. En die stap van het lab naar de fabrieken, naar een echte omgeving. Ja. Dat is eigenlijk waar we nu in zitten. En dat is ook een hele spannende stap. Ja. Want dan moet je gaan kijken, kan je wat je in het lab bedacht hebt, kan je dat vertalen naar een fabriek. En in een fabriek zitten geen, over het algemeen geen gepromoveerde wetenschappers. Ja. Dus dat zijn mensen die daar dagelijks klinkers en tegels aan het maken zijn. En wat ik heel tof vind, is die praktische vertaalslag die we aan het doen zijn. En waar jullie ook juist dat praktische inzicht proberen erin te brengen. Maar ja, het moet ook gemaakt kunnen worden uiteindelijk. Precies, precies. En dan heb je elkaar allemaal nodig. En het is heel mooi dat je die samenwerking actief hebt, helemaal daar in het proces. Ja. Ja, absoluut. Is dit nou iets wat Rijkswaterstaat, Sonja, wat jullie zouden kunnen toepassen, de CoolTile? Nou, dat is misschien nog niet iets wat we meteen kunnen toepassen, want wij werken met grote constructies. Maar we vinden het wel hele interessante ontwikkelingen. En dat komt met name omdat wij hebben ook hoge ambities op het gebied van circulariteit en verminderen van de milieu-impact. Ja. Wij willen bijvoorbeeld ook 50% minder primair materiaal gaan gebruiken. Ja, en dan begin je toch met dit soort ontwikkelingen met hoge percentages hergebruik. Ja. Testen in het laboratorium, meekijken met die straattegels, kijken wat dat doet voor de levensduur en of daar producten uitkomen die wij ook weer kunnen gaan gebruiken. Ja, dus dit gaat ook weer een spin-off zijn voor een heleboel andere toepassingsgebieden. Ja, dat helpt ons echt in de innovatie om nieuwe materialen te ontwikkelen en een breder palet aan duurzame materialen op de markt ook te krijgen. En jij bent constructeur? Klopt, dat hè? Dat klopt, ja. Nou, Siska is materiaalkundige. En dan heb ik begrepen dat niet alle twee werelden zijn die altijd maar zomaar samenwerken. Maar jullie hebben elkaar gevonden. En je hebt wel allebei nodig om die stappen te kunnen maken. En die toepasbaarheid uiteindelijk in dit soort enorme... Want ik kan me voorstellen, het eisenpakket op veiligheid, als we het hebben over enorme bruggen, viaducten, is natuurlijk echt torenhoog. Ik bedoel, het is niet een stoeptegel die misschien een keertje per ongeluk... Nee, en dan komen er echt wel veel proeven bij kijken die je echt uit moet voeren op sterkte, mechanische eigenschappen. Ja. Maar toch ook wel het onderzoek wat je hier specifiek in dit laboratorium kan doen op levensduur. Om te gaan kijken naar de microstructuur van je beton. Hoe dicht is dat nou? Ja. Gaan er dan geen chloride indringen in dat beton, zodat later die wapening weer gaat roesten en mijn viaduct dan misschien weer instort? Ja. Dus al die aspecten die spelen mee. En dat is heel fijn om zo met zo'n partnerschap eigenlijk dan daaraan te kunnen werken. Want ik begrijp, hè, als we nieuwe materialen ontwikkelen, dan heb je de degradatiemechanismen. Die moet je goed weten te snappen om ook te zien wat dat doet met de levensduur uiteindelijk van het geheel. Hoe kijk jij hiernaar? Wat is dan jouw aanvulling als materiaalkundige op hetgeen wat Sonja nu net schetst? Ja, het is natuurlijk beton als traditioneel materiaal. We hebben heel veel ervaring mee opgedaan, 100 jaar. We hebben daar ook vanuit kunnen leren. Als we dit zien in het lab, dan betekent dat over 50 of 100 jaar. Maar bij nieuwe materialen weten we dat niet. Nee. En dan moeten we dus versneld proeven gaan doen. We hebben hier klimaatkamers waar je de vocht- en temperatuurscondities helemaal in kan stellen. Je kan ook vorstdooi nabootsen. We kunnen CO2-indringing nabootsen. Ja. Dat doen we dus versneld, want we kunnen niet 50 jaar wachten. Nee, dus maar we brengen de toekomst naar het nu om te kijken wat het dan eigenlijk gaat doen. Ja, en dan kijken we hebben ook een aantal microscopen. We kijken, dan is er scheurvorming. Ja. En dan moeten we dat nog koppelen weer aan de praktijk. Is dit wat je daadwerkelijk verwacht en ziet in de praktijk met pilots die dan bijvoorbeeld Rijkswaterstaat kan faciliteren, waar Bart ook aan meehelpt. Dus zo werkt het een beetje. Ja, mooi. Want ik kan me voorstellen dat je niet alle innovaties meteen in de Van Brienendoort
Nee, ja, liefst proberen we altijd stappen te maken. Hè? Dus je begint in het laboratorium, daar begint het toch wel heel vaak. Hè? Met je mengselontwikkeling hoorde ik al wat over zeggen. Jullie zijn daar best lang mee bezig geweest. Nou, dan zie je dat dat een heel traject is. Ja. Nou, dan begin je vaak in een niet-constructieve toepassing. Ja. Je kijkt of het inderdaad ook in de praktijk zo presteert als wat je verwacht. Hè? Dat hij niet na 2 jaar bijvoorbeeld ineens uit elkaar begint te brokkelen. Zou ontzettend jammer zijn. En als je dan vertrouwen krijgt in zo'n materiaal, dan ga je eigenlijk steeds naar een iets risicovollere toepassing. Gewapend beton, eventueel in een brug of viaduct van Rijkswaterstaat. Ja. Maar het gaat natuurlijk wel allemaal op scherp staan, want de ambities zijn torenhoog. Je geeft al aan, in het lab kunnen we die toekomst naar het nu halen om te kijken wat het doet op die lange termijn. We moeten natuurlijk enorm veel knoppen gaan draaien in de komende jaren. Ja. Maar we hebben dat dus ook heel hard nodig om dat te versnellen. Wij kunnen niet nu, normaal, wij bouwen voor 100 jaar, heel vaak. Ik kan niet 100 jaar wachten om te testen of dat die hele 100 jaar goed blijft. Dus ik heb zulke soort proeven nodig in zo'n laboratorium om dat versneld uit te voeren. En dan toch in ieder geval een inschatting te kunnen maken wat dat gaat doen met de levensduur over die 50 of 100 jaar heen. Zo, want die levensduur van bouwwerken inderdaad, je kan ook niet even zo'n hele brug hier naar binnen krijgen. Dat is ook niet nodig, hè? Daar hebben jullie allemaal geconditioneerde mooie settings voor, waarin je dat dus op een goede manier kan testen. Ja, en vaak koppelen we dan ook nog aan monitoring. Ja. Als we uiteindelijk wat gaan opschalen, om het allemaal goed in de gaten te houden. Ja. Dus er wordt goed naar gekeken. En soms zijn we heel voorzichtig hier in het lab. Wanneer gaan we naar buiten? Oh, nog niet. Nog even dit, nog even dat testen. Maar iemand als Bart, die zegt dan van kom, we gaan het gewoon doen. En, want Bart, we hadden het net over de esthetiek. Hè. Het moet er ook allemaal mooi uitzien. Maar ik kan me voorstellen dat de levensduur voor jullie ook belangrijk is. Ja, absoluut. Je wilt goede, duurzame producten maken. Kijk, er is wel een verschil tussen een viaduct en een straatsteen in die zin. Het risico is natuurlijk minder. Maar het staat voorop dat de kwaliteit die de markt nu stelt, moet je ook met nieuwe producten kunnen halen. Ja. Wat ik wel zie gebeuren is dat die innovatieambitie die is hoog. De noodzaak is ook hoog. En wat wij zien is dat nieuwe producten ontwikkeld worden. Die moeten er net zo uitzien als een bestaand product. Of ze moeten technisch net zo scoren als een bestaand product. Ja. En ik denk dat er soms te weinig wordt gekeken naar waar wordt het nu toegepast. En misschien mag het er wel anders uitzien. En in ons geval bijvoorbeeld. Kijk, op het moment dat je niet met pure grondstoffen werkt, maar met afvalstoffen, dan krijg je altijd iets wat verandert, waar een bepaalde fluctuatie in zit. Ja. Dat kan qua compositie zijn, maar dat kan ook qua kleur zijn. Ja. En wat wij proberen te doen als Stonecycling is dat juist voor ons te laten werken. Dus wij zeggen dan afval is koningen. Dus in plaats van het proberen weg te moffelen in een product, mm-hmm, en alsnog dat grijze beton te creëren, mag het bij ons ook anders eruit zien. En wij zoeken daar ook de type klanten bij. Ja. En verschillende klanten stellen verschillende eisen. En het is echt wel de kunst om de early adopters eruit te halen. Ja. Die zeggen, nou, wij vinden dit nu al tof. We snappen in welke fase het product is en we gaan het toch proberen. Ja. En dat lukt gelukkig steeds beter. Ja. Maar nu is het wel zo. Kijk, Stonecycling is een relatief jong bedrijf. En nu we dat samen met TNO ontwikkeld hebben, krijg je wel meer slagkracht. Dat is zeker zo. Hè? Want we werken nu met de gemeente Amsterdam. Zijn we bezig met een eerste pilotproject voor die straatstenen. Nou, en het feit dat Siska en haar team daaraan meewerkt. Yeah. Dat biedt natuurlijk ook wel vertrouwen. Want TNO heeft die standaarden. Mooi. Dus dan kan innoveren in Nederland kan eigenlijk worden ondersteund en door. Maar andersom geldt denk ik net zo goed. Hè. De technologie lag min of meer op de plank. En je hebt ook een ondernemer nodig die zegt van ik ga er gewoon al iets van maken en we gaan het doen. Wat heerlijk, we hebben elkaar allemaal nodig. Zo is het. Ja. Waar ben jij nou het meeste bij geholpen vanuit Rijkswaterstaat? Als er één ding is in dit lab, wat kan bijdragen aan het versnellen van het realiseren van jullie grote ambities op verduurzaming? Er kan hier ontzettend veel natuurlijk, maar ik wilde er wel nog eentje noemen die wij ook heel belangrijk vinden. En dat heeft te maken met wat voor stoffen stop je daar nou in? Hè? We zien een steeds breder palet aan grondstoffen in de producten gaan. Ja. Maar wat betekent dat dan voor een tweede leven? Of wat betekent dat dan voor een keten of recycling achteraf? Wat gebeurt er met jouw straatsteen als je weer klaar is? En ze kunnen hier ook uitlogingsproeven doen. Ja. Kijken naar wat voor chemische materialen er allemaal ingaan. En of dat later, je wil niet later een nadelig effect op het milieu weer achterlaten voor onze kinderen. Precies, we moeten het nu wel even goed gaan doen. Dus daar zijn we gewoon ontzettend blij mee dat die faciliteiten nu hier gekomen zijn. Mooi. Nou, dit belooft ontzettend veel moois. We gaan jullie volgen. En voor de mensen die geen genoeg hebben van dit mooie verhaal, schakel vooral strakjes in bij de breakout sessie met onder andere Sonja en Siska en Wart over dit mooie thema.
Nou, dat was het eerste stukje van de puzzel die hier gelegd wordt in dit lab. En naast de bouwmaterialen is natuurlijk de verwarming in de gebouwde omgeving een heel urgent onderwerp. En dan praat ik eigenlijk over het nieuwe Heat Pump Application Center, wat hier net geopend is, ook onderdeel van dit prachtige lab. En ook daarvan hebben wij een mooi filmpje. Hoe presteren klimaatsystemen in de praktijk bij veranderende omstandigheden? En wat is er bij tegenvallende prestaties nodig om ze te kunnen verbeteren? Dat zijn de vragen waar wij ons mee bezighouden. Daarbij richten we ons momenteel voor een groot deel op warmtepompen. De grote uitdaging is om de complexe werkelijkheid zo goed mogelijk in een laboratoriumsetting na te bootsen. Hier, in ons nieuwe Heat Pump Application Center, werken we daarom met het hardware in the loop principe. Dat betekent dat we de echte fysieke klimaatsystemen, zoals warmtepompen en ventilatiesystemen met warmteterugwinning, aan een computersysteem koppelen. En dankzij dat computersysteem kunnen we vervolgens gebruiksdata genereren die overeenkomen met de data van een echt gebouw. Hierbij worden zaken als isolatie, ventilatie en bewonersgedrag meegenomen. Het te testen apparaat reageert daardoor hetzelfde als wanneer hij ergens bij mensen thuis of in een kantoorpand zou staan. Tijdens deze test kijken we hoe de apparaten op verschillende weersomstandigheden en warmtevraag reageren. Daarbij bootsen we zo'n situatie altijd in de praktijk na, met behulp van watercircuits en geavanceerde klimaatkamers. Voor de buitenelementen van klimaatsystemen kunnen we in die klimaatkamers bijvoorbeeld een tropische hittegolf met een hoge luchtvochtigheid creëren. Of juist een extreem koude en natte winterdag. Tegelijkertijd doen we akoestische metingen. We weten dus ook hoeveel geluid een klimaatsysteem produceert als hij door snel wisselende omstandigheden wat harder moet werken. Zo bouwen we steeds meer kennis op over de daadwerkelijke prestaties van klimaatsystemen. En die kennis is voor meerdere partijen interessant. We hebben dan ook verschillende opdrachtgevers. Van fabrikant tot overheid. En van projectontwikkelaar tot branchevereniging. Zo helpen we om sneller en met minder afbreukrisico's de stap te maken naar een energie-neutrale gebouwde omgeving. Ja, jullie zagen het al. Er kan van alles vanuit dit gloednieuwe Heat Pump Application Center. Een hele mond vol. En het mooie wat er in die term zit is application. Hè? Het meteen gaan toepassen, dat hoor ik erin. We gaan niet eindeloos testjes doen, maar we zijn echt al bezig met het implementeren ook van al die kennis die hier in dit lab beschikbaar is. En op deze campus ook rondzoomt. Nou. TNO onderzoekt dus in die bijzondere klimaatkamers die klimaatsystemen van de toekomst, of van het nu eigenlijk zou ik kunnen zeggen. En ik ga daarover in gesprek met Richard Kemp. Jij bent senior consultant bij TNO en al een hele lange tijd actief met het testen en het ontwikkelen van dit soort klimaatsystemen. Dus jij weet de weg hier als geen ander te vinden in dit lab. Michiel Hartman, gelukkig heb je het gered met de files en het noodweer onderweg hier naartoe. Heel fijn dat je er bent. CEO van Blue Heart Energy. Jullie zijn ontwikkelaar van een thermo-akoestische warmtepomp. Nou, daar gaan we zo meteen alles over horen. Hartstikke fijn dat je er bent. En Robert-Jan van Egmond, TKI Urban Energy. Jij bent programmamanager van duurzame warmte- en koude technieken. En jullie werken eraan het stimuleren van innovatieprojecten op die warmte-koude, het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving, et cetera. Nou, hartstikke fijn dat jullie zijn. Richard, ik denk dat deze vraag wel heel goed bij jou past. Dat Application Center, wat maakt dat nou zo uniek? Je zit al, ja, je bent dus al, nou, hoeveel jaar? Heel lang bezig met het testen van klimaatsystemen. Ja, precies. En wat maakt dit lab, deze faciliteit in dit lab, nou zo uniek en anders dan wat jullie voorheen hadden? Well, we hebben nu drie nieuwe aspecten. Mm-hmm. De hardware in loop principe, akoestische metingen en nieuw klimaatkamers, bijzonder klimaatkamers. Ja. Als we hebben al gezien in de filmje, de hardware in loop is een nieuwe faciliteit, een soort virtueel veldtest. Virtuele veldtest. Ja, precies. Gek. En we gebruiken echt testapparaat, equipment van de markt. En we koppelen met een hardware in loop, een loop faciliteit, met klimaatkamers en waterzijde systemen en zo. En er is een, die wordt aangestuurd door een software systeem met een model van een gebouw en een warmteafgifte systeem. Ja. Dus er is continu datawisseling tussen de systemen. Ja. En dus de product reageert als
in een echt installatie. Dus ook hier bootsen we weer eigenlijk even die thuissituatie van iemand met een warm pomp na. Ja, precies. Dus een virtueel veldtest. Ja. En er zijn veel voordelen met zo'n klimaatkamer. Ja. Want hoe gaat dat precies in zijn werk? Dan wordt er hier een warmtepomp geleverd en die gaan jullie dan testen? Of zijn dat onderzoekstrajecten van jullie eigen ontwikkelingen die hier in dit systeem, in die kamer dan worden geplaatst? Ja, soms doen we ontwikkeling, maar ook de onderbouw en kennis. Ja. Dat is belangrijk. Dus we nemen een product en we kunnen testen onder verschillende scenario's. Ja. En, dus voor de hele koude winter of niet, of hoe dan ook. Ja, want je kunt dus ook in de zomer de winter gaan nabootsen eigenlijk. Ja, en we kunnen natuurlijk in de zomer min 20 doen, dat is geen probleem. Ja. Maar ook een belangrijk aspect voor Nederland is de koud en natte winter. Dat absoluut. Is echt zo in Nederland, hoogvochtigheid. En dat is soms een uitdaging voor een warmtepomp, bijvoorbeeld met de bevriezing van de evaporator. Ja. Dus we kunnen die testen en... Is het een beetje hoopvol? Hoe staat het ervoor? Want we hoorden het net al van Doekle. Er wordt enorm ingezet op de uitrol van warmtepompen, hybride ook, in Nederland. Zijn we er een beetje klaar voor? Ja, komt goed. Er is werk nog te doen. Yeah. Maar we maken een contributie met... te gek. Hartstikke goed. En het lawaai werd net al even aangehaald, hè? Hoe zien jullie dat? Jullie kunnen dat ook nabootsen? Ja, geluid is een echt belangrijk aspect van warmtepompen. We hebben een nieuwe klimaatkamer, die is speciaal ontworpen met echt laag achtergrondniveau. We kunnen akoestische metingen doen. Mm-hmm. Meting is belangrijk, maar we werken samen ook met de akoestische afdeling binnen TNO. Ja. Is het niet alleen maar testen, maar in de toekomst, hoe kunnen we verbeteren? En misschien beter enclosures maken of en dan... Zodat we dempen of et cetera. Ja, precies. Ja. 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 Want dat is toch nog een van die dingen die je vaker hoort van maakt het niet veel lawaai? Ik vind het heel erg meevallen, maar goed, het zal van de situatie afhangen en van de persoon ook weer. Ja, ja. Als we dat kunnen wegnemen, dat element, dan... Ja, en dat is een echt uitdaging, warmtepompen. En er is veel zorg. In de praktijk. Ja, en er zijn natuurlijk enorm veel ontwikkelingen ook hè, rond die warmtepompen. En ik ben heel blij dat jij er bent vandaag. Want jullie zijn bezig met de thermo-akoestische warmtepomp. Kun jij misschien in één zin uitleggen voor de mensen die vandaag zitten te luisteren, die daar nog niet van hebben gehoord, wat dat is en wat dat nou uniek maakt ten opzichte van een standaard warmtepomp? Ja, een compressiewarmtepomp, die werkt met een koude middel. Ja? En dat koude middel, dat is een vloeistof wat overgaat in een gas. En een gas weer terug in een vloeistof. Ja. Dat hele koude middelencircuit, dat halen wij eruit. Ja. En wij leveren een thermo-akoestisch hart dat systeem vervangt. En dat leveren aan warmtepompfabrikanten. Ja. En dat werkt eigenlijk op basis van, er zit helium in en er zit een geluidsgolf in. En de geluidsgolf die perst de helium samen. Mm-hmm. En waar het wordt samengeperst, komt warmte vrij. Dan heb je een warmtepomp. En op een andere plek expandeert het helium weer en dan kun je koude onttrekken. En even voor de mensen thuis, waarom is dit beter, vinden we, dan een standaard warmtepomp? Nou, er werd net al gezegd, er zijn een aantal uitdagingen voor warmtepompen op dit moment. Heel geschikt voor de bestaande bouw, voor de nieuwbouw. Mm-hmm. Dus als het goed geïsoleerd is, als je lage temperaturen kunt halen. Ja. Daarnaast, maar voor bestaande bouw, of nieuwbouw, bestaande bouw, dan zie je dat je hogere temperaturen vaak nodig hebt. Mm-hmm. Legionella heb je hogere temperaturen nodig. Ja. Tapwater heb je hogere temperaturen nodig. En dat is best wel ingewikkeld. Mm-hmm. Thermoakoestiek kan al die hoge temperaturen halen. Okay. Kan ook makkelijk aangesloten worden op nieuwe bronnen, zoals PVT, oppervlaktewater. Ja. En geluid werd net al genoemd. We zijn totaal geluidloos. Kijk, en de mensen die iets meer van warmtepompen weten, die hier vandaag luisteren, denken, daar zitten we ook best wel een tijdje op te wachten. Kunnen we nu binnenkort... Onze planning is 2023 de eerste veldtesten uit te zetten. En hoe kan TNO eraan bijdragen dat sneller, of in ieder geval... Nou, wij hebben lopende projecten met TNO. Ja? Op meerdere plekken trouwens, in Petten en hier in Delft. Ja. En in dit lab gaan wij... Thermoakoestiek werkt volledig anders dan compressiewarmtepompen. Ja. En wat je ziet, er wordt nu altijd gemeten op COP en dat zijn labmetingen. En dan zie je datatabellen. Mm-hmm. Alleen op het moment dat wij hele andere toepassingen krijgen intern, moeten onze fabrikanten, die moeten ook
die toepassingen gaan meten, moeten precies weten hoe je dat straks gaat inregelen. Ja. En je kunt straks heel goed het verschil zien bij de verschillende temperaturen. En dat, dan kun je dat, dus eigenlijk ook twee klimaatkamers pakken. De ene met de ene en de andere met de andere. Ja, dus wij maken enorme tijdwinst, gaan wij boeken. Want alle fabrikanten doen altijd testen in het veld. Ja. Veldtesten. Ja. En die moeten een heel seizoen draaien. En dan pas gaan ze beslissingen nemen. Van, okay, en jullie kunnen morgen die ergste winter nabootsen. En hiermee, of die enorme je wint in principe een heel jaar. Dus dat is, kijk, dat hebben we nodig, want we moeten snel aan de bak. Want de gasprijzen gingen nu de pan uit. Dus. Absoluut. Ja. Nou ja, wat zijn nou de grote vraagstukken op het thema warmtepompen wat jou betreft, Robert-Jan? Nou, eigenlijk zijn ze voor een deel natuurlijk al voorbij gekomen. Ja. Hè? Het gaat over geluid, het gaat over efficiëntie, het gaat over de hoge temperaturen halen. Vooral voor de bestaande bouw, want daar zit onze grootste uitdaging. Ja. En wat er ook nog niet genoemd is, en daar werkt Michiel ook hard aan, weet ik, is kostprijsdaling. En die warmtepomp is nog steeds een stuk duurder dan een gasketel vervangen. Ja. Er zit ook een hoop installatiewerk omheen. Mm-hmm. Dus vooral zeg maar, het verlagen van die prijs, maar ook het plug-and-play kunnen installeren, dat een installateur dat heel makkelijk kan. Ja. En nu zit er daar nog een hele hoop gedoe omheen. En hij is ook bang, die installateur, dat hij, nadat hij hem geplaatst heeft, dat hij dan gedoe krijgt met die bewoner omdat het net niet warm wordt of dat er toch iets niet goed is, dat hij weer terug moet komen. Nou, dat kost allemaal geld. Ja. En die garantie, als een installateur dat moet geven, vraagt hij dus een premium op die installatie. En dan blijft hij er te veel geld voor vragen. Nou, dus daar moeten we als markt heel hard aan werken. En vanuit de TKI proberen we dat aan te duwen. Om te zorgen dat iedereen zijn ogen op de bal houdt. En die snelheid blijft maken. Samen ook met het lab. En dat gaat een hele grote, echt een verschil maken. Mooi. En ik begrijp, het lab kan ook thuis plaatsvinden. Want je hebt zelf ook een warmtepomp. En daar kom je af en toe ook wat dingen tegen die misschien handig zijn om op te innoveren voor de leverancier van die warmtepompen. Ja, dat heeft vooral te maken met de aansturing. De aansturing, ik heb een warmtepomp boiler en nog een warmtepomp om een huis te verwarmen. Maar goed, op een gegeven moment als je verliefd wordt op die dingen, dan wordt het een soort hobby. Maar wat daar interessant aan was, dat je heeft een legionella programma. Dat werd net al even genoemd. Dus die boiler die moet één keer per week moet die naar 60 graden en dan een uur lang blijven staan. Ja. Maar dat deed hij om 3:00 AM. En dan is er geen zon van je zonnepanelen. Nee, precies. En de enige manier om dat aan te kunnen passen, het was een harde instelling ergens, was om de systeemtijd van het hele ding maar dan om te gooien. Ja, dus hij denkt nu dat het nacht is waarschijnlijk. Ja, het is nu 9:00 later. Ja. Dus dat is jouw manier om eventjes toch dat systeem te slim af te zijn. Exact. Maar dat is ook wel leuk, hè? En dat hoop ik dus ook dat de mensen die vandaag luisteren, dat ze niet alleen denken, goh, dat duurzame, dat innovatieve, dat ga ik in mijn werkomgeving even doen. Maar door het zelf ook mee te maken, kun je nog meer ook weer teruggeven aan hetgene wat er breder nodig is in het innovatieve spectrum. Maar er zijn eigenlijk twee richtingen eigenlijk in die klimaattransitie, hè, of energietransitie in die woningen. Sommige mensen zeggen, joh, bewoners moeten veel meer gaan leven en gaan nadenken wanneer er energie is. Ja. Dus je moet er echt je hele dag mee bezig zijn. Hè, dat is met elektrische auto's in het begin, die nog een korte range hadden. Ja. En de andere stroming zegt eigenlijk van, jongens, please, laten we het gewoon oplossen. Ja. En met slimme technologie. Ja. Ik zit toch wat meer op dat laatste spoor. Ja. Omdat ik ook als ik met mijn buren spreek hierover, dan denken ze dat ik gek ben geworden. Dat is wel grappig, hè? Want bij zonnepanelen, dat is wel een makkelijker instapproduct. Super simpel. Dan denk je van, hey, mijn buren hebben dat is bewezen, hè? Dan wil ik het ook. Ja. Ik wil dat met warmtepompen ook gaat gebeuren. Dat zou toch zo leuk zijn? Wij zeggen nu vaak gekscherend, hè, dat die PV-transitie, of zon-PV dan vooral, hè, dat wij staan waar zon-PV 20 jaar geleden stond met de warmtetransitie. Dus die echte opschaling en echte goede apparaten leveren die één op één zo die gasketel kunnen gaan vervangen, ja, daar zijn we gewoon nog net niet. Nee, en dat moet wel heel snel gaan gebeuren. Het moet heel snel gaan gebeuren. En wat zijn jouw verwachtingen van dit lab om daar ook die versnelling in te gaan? Nou, eigenlijk zoals Michiel zei, wat je nu ziet is, we zijn nu vanuit de overheid ook met een aantal programma's bezig. Zet hem op 50, dat is een groot programma wat deze winter weer gaat draaien, om te kijken of die huizen het wel aan kunnen, die lagere temperaturen. Ja. Maar dan ben je weer een heel seizoen verder om erachter te komen. Ja. En eigenlijk wil je dat allemaal naar voren halen en nu al testen die hele koude winter. Want als deze winter niet koud is, hebben we alsnog niks getest. Oké, dus we gaan met Nederland gaan we allemaal op de 50 graden. En ondertussen gaan jullie nu het nog niet zo koud is, gewoon zorgen dat die winter er al is. Zo is het. Gaan we direct innoveren. Ja. Wat heb jij nodig van TNO om door te kunnen met de innovatie waar jullie bezig zijn? Ja, medewerking en tijd. Want dit wordt volgens mij een heel populair lab. Ja. Iedereen wil hier gebruik van maken. Ja. En wij ook. Iedereen staat in de rij om met dit lab te staan. Goede afspraken over. En ik heb heel veel verwachtingen hiervan. Nou, ik heb gezien dat er nog wat omgeving in de buurt is. Dus misschien moeten we gewoon gaan uitbreiden al. Als er zoveel vraag is naar dit geheel. Ja. Nou, het is prachtig in die zin dat jullie het onderzoek veel dichter naar de dagelijkse praktijk brengen. En daarmee hopelijk ook een enorme versnelling teweeg brengen in warmtepompland.
zou ik kunnen zeggen. Heel veel dank. Dat was het tweede onderwerp wat onder dit lab, onder het dak van dit lab zoal wordt onderzocht. We gaan naar een derde onderwerp en dat is fluctuerende belasting. Een heel urgent thema ook. En ook daarvan hebben we een klein filmpje. Een verkeersbrug zou in principe 100 jaar mee moeten gaan. Maar toen Rijkswaterstaat in de jaren 60 en 70 opdracht gaf voor het bouwen van alle kunstwerken in het hoofdwegennet, zag de verkeerssituatie er toch net even anders uit dan nu. De afgelopen 50, 60 jaar is het wegverkeer in Nederland enorm gegroeid. Niet alleen qua hoeveelheid voertuigen, maar ook qua gewicht per voertuig. Dat betekent dat kunstwerken in het areaal extra belast worden en mogelijk sneller vermoeiingsverschijnselen vertonen. Zo kunnen er bij bruggen scheurtjes ontstaan in kritieke verbindingen. Als je daar niets mee doet, kunnen er zeer gevaarlijke situaties ontstaan. Rijkswaterstaat houdt de vermoeiingsgevoelige delen scherp in de gaten. En de afgelopen jaren zijn de grote bruggen in het hoofdwegennet versterkt. Als TNO leveren we de benodigde kennis voor de beoordeling van bestaande kunstwerken. Dat doen we in samenwerking met onder meer universiteiten, ingenieursbureaus, aannemers en inspectiebureaus. Naast praktijkproeven en veldtesten maken we ook gebruik van gevalideerde modellen. Die aanpak zorgt ervoor dat we zowel op micro- als macroniveau meer inzicht krijgen in de huidige staat van een constructie en de restlevensduur. In dit nieuwe bouwinnovatielab houdt de unit bouw, infrastructuur en maritiem zich bezig met de betrouwbaarheid van staal, beton en composietconstructies. Door in één laboratorium te werken, kunnen we nu nog makkelijker informatie met elkaar uitwisselen. Naast infrastructuur richten we ons ook op andere domeinen. Zo doen we nu regelmatig onderzoek naar maritieme constructies, zoals offshore windparken. Windturbinefunderingen hebben niet alleen met complexe belastingen te maken, maar ook met een corrosieve omgeving. Daar liggen echt nog uitdagingen. Heel handig dus dat we de omstandigheden voor constructies op zee hier in ons lab op kleine schaal kunnen nabootsen. Nou, jullie zagen het net al eventjes, hè, die fluctuerende belastingen in zowel het domein van infra als maritiem. Een heel hot topic. En vandaag aangeschoven 3 kenners op dit domein. 3 experts. Hartelijk welkom. Richard Pijpers, al 15 jaar bezig met onderzoek naar staalconstructies en dan met name vermoeiingsgedrag. Dat klopt, hè? Ja, eerst promovendus aan de TU Delft en nu als senior onderzoeker bij TNO. Klopt, inderdaad. Hartelijk welkom. Je hebt wat meegenomen, daar gaan we zo meteen naar kijken. Ik ben heel benieuwd. Dan hebben we Jeroen Seijnen, al ruim 4 jaar aan de slag als technisch manager vervanging en renovatie vanuit Rijkswaterstaat. Hartelijk welkom. Ja. En ook vaak opdrachtgever in allerlei trajecten samen met TNO. Welkom. Dan hebben we verder Wouter Dirks, R&D-manager vanuit Van Oort. We zagen net al die prachtige offshore windturbineparken voorbij komen. Daar heb je 30 jaar ervaring mee met de offshore en de civiele achtergrond. Dat is een hele berg. En jullie zijn ook samen bezig met een onderzoekstraject Seaflow. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Dat relateert weer aan die prachtige funderingen van de windturbines. Daar gaan we het zo over hebben. Ja. Welkom. Ik ga natuurlijk met jullie in gesprek, want ik ben heel benieuwd. Hè? Infra en maritiem, dat klinkt als 2 enorme verschillende werelden. Maar eigenlijk kunnen we heel veel leren van de toepassingen van het ene gebied in het andere. Dus ik hoop dat een beetje uit dit gesprek te gaan halen. En wat ook het voordeel is van het lab, om dat allemaal bijeen te brengen onder één dak gezamenlijk. Nou, en daarbij is het nog extra leuk dat we een overheidspartij en een marktpartij aan tafel hebben. En dat dan weer in combinatie met TNO, die graag die spin in het web is van dat stuk en die kennisdrager rol kan vervullen. Hartstikke mooi. Gaan we met Rijkswaterstaat beginnen. Bruggen uit de jaren 60 en 70. Dat is natuurlijk dan heb je te maken met een enorme renovatieproblematiek, kan ik me zo voorstellen. Dat klopt. Inderdaad. Het zijn met name. Wat houdt dat in? Sorry? Wat houdt dat precies in? Moeten we ons zorgen maken over de staat van... We houden dat heel erg goed in de gaten. Okay. Dus en daar helpt TNO ons uiteraard bij. Ja. Maar we nemen al die bruggen onder de loep. Ja.
Daar kijken we naar van goh, welke brug zit mogelijk in de gevarenzone. Mm-hmm. En dan gaan we ze herberekenen. En bij die herberekeningen, ja, bestaande constructies, als je die aan de norm gaat toetsen, dan past dat niet altijd. Terwijl ze er wel al heel lang staan. Dus ze doen iets goed. Ja. Waar zit die restcapaciteit? Dat is echt onderzoek. En mm-hmm. dat doen we samen met TNO. Oké, en hoe doen jullie dat, TNO? Nou, in het lab waar we nu zitten hebben we de mogelijkheid om echt op kleine schaal materiaal en componentonderzoek te doen. Want het geheim zit hem altijd in de details. Dat zijn de plekken in de constructies waar mogelijk problemen komen. Je moet dan denken, dat was net al in het filmpje, vermoeiing. Ingelaste verbindingen bijvoorbeeld. Kleine defecten die in de loop der tijd door de wisselingen van de voertuigen gaan uitbreiden. Maar haal je dan een stukje uit de praktijk hierheen naar het lab toe bijvoorbeeld? Of? Nou, dat komt voor. Hè, dat we bij wijze van spreken in de praktijk delen van bestaande constructies eruit halen en in ons lab beproeven. Of we doen referentietesten op weliswaar nieuw gemaakte lassen. Maar dat we die hier in gecontroleerde omstandigheden beproeven. 30 jaar oud maken en dan gaan testen. Ja, eigenlijk doen we versnelde levensduurtest inderdaad. En we focussen daar ook echt op die scheurgroeifase. Met allerlei sensoren minutieus in kaart brengen. Ja, hoe dat materiaal degradeert. En op basis daarvan weer advies kunnen geven waarvoor nog niet direct richtlijnen zijn. Nee, want dat is interessant, hè? Voor nieuwe constructies, voor nieuwe projecten word je de regelgeving, de normeringen, de richtlijnen, die vliegen je om de oren. Moet je allemaal aan voldoen. En bij bestaande objecten is dat vaak wat meer dat je dat zelf moet gaan onderzoeken? Het klopt. Je moet het onderzoeken en onderbouwen. Ja. Want je hebt veel verbindingen en je mm-hmm. hebt ook materiaal wat 30, 40 jaar geleden onder slechtere condities werd gemaakt. Dus een minder consistente kwaliteit had. Dus daar doen we ook een onderzoek op om, mm-hmm. om stukjes materialen uit een brug te halen en dan te testen van goh, wat zijn nou eigenlijk exacte eigenschappen daarvan. Ja. Maar je wil dan natuurlijk zo klein mogelijk stukje uithalen, want als je daar grote stukken uit gaat halen, ja, dan is de integriteit van de brug weer geschonden. Ja. Dus dat is ook een onderzoek wat we bijvoorbeeld samen met TNO doen. Dus zo klein mogelijk stukje materialen uit die brug halen, kijken wat zijn nou eigenlijk echt de eigenschappen van het materiaal en hoeveel vermoeiing kan dat aan? Ja, en dan hopelijk niet zulke achterstallige situaties als bijvoorbeeld met de kades in Amsterdam voor elkaar krijgen, maar al tijdig kunnen reageren op de uitdaging die jullie dan aantreffen. We moeten er op tijd bij zijn om het ook weer te kunnen organiseren. Want Rijkswaterstaat, als we iets nieuws willen bouwen, dan hebben we daar echt wel voorbereidingstijd voor nodig. Ja, absoluut. Oké, heel urgent. Jullie hebben meer te maken met nieuwe constructies. Ja, dat klopt. Jullie bouwen die prachtige mooie turbines. Hè? Dat is hoopvol als we het hebben over die energiemix. Ik vind ze prachtig. Ik ben een van de weinigen misschien die dat vindt. Ik roep het ook overal. Ik denk dan, dat is de toekomst. Ik zie het nu, of het is nu eigenlijk. Ja. Ik denk, doe er maar een heleboel meer nog. Ja. En jullie zijn ze aan het bouwen. Hè? En het is natuurlijk een enorme uitdaging om op zee te bouwen en ook constructies neer te zetten in korte tijd operationeel te krijgen. Ik bedoel, we hebben niet nog 10 jaar de tijd om maar eens hier en daar een keertje eentje te plaatsen. Jullie werken ook actief samen met TNO. Ja, en als we dan in die context van die windturbines kijken, tot welke innovaties zijn jullie samengekomen? We hebben samen gewerkt aan een hele interessante innovatie. Dat is de slip joint. De slip joint? De slip joint. Eigenlijk is het een oplossing die we hebben ontwikkeld om inderdaad sneller te kunnen bouwen offshore. Hè? Want was de traditionele technologie? Je zet 2 stukken buizen op elkaar en dan een heleboel bouten erdoor om het vast te maken. Oké, dat is de bevestiging. Die bouten blijkt toch ook een kwetsbare ding te zijn. Het kost heel veel tijd om te maken. Dus wij dachten van waarom doen we nou niet gewoon ze zo op elkaar? Ja. 2 konische stukken op elkaar. Ja. Maar ervan uitgaande dat er niet de perfecte passing is. Want als je dit met hele grote buispalen doet van 7 meter diameter, niet maken dat ze zo mooi passen als deze 2 bekertjes. Precies. Dus je ontwerpt iets dat niet precies past. Ja. Maar dan is wel de vraag van wat gebeurt er dan als het niet precies past?
Wat krijg je dan voor frictie? Je hebt wrijving nodig, dat het wel vast komt te zitten. Ja. Er komt spanning op bepaalde punten in die slipjoint. Mm-hmm. Nou, dat vereist eigenlijk toch wel heel diepgaand onderzoek over wat gebeurt er nou precies. Welke spanningen kan je verwachten? Welke wrijving krijg je? Mm-hmm. Nou, daar hebben we met TNO een prachtig testprogramma voor opgezet. Okay. Moest ook heel snel, want we wilden echt zo'n ding offshore gaan neerzetten. Die staat er ondertussen. Maar de eerste staat er? Die staat er. Kijk, ja. En is dit nu de norm aan het worden voor jullie? Dit moet wat ons betreft de norm worden. Ja. Maar er staat er eentje offshore te draaien. Er zijn er al een paar besteld die dat nog niet hebben. Er zijn elektronen hier in het net. Die worden door een van die turbines erin gepompt. Die met zo'n verbinding is nu op de Noordzee staat. En dit is los van dat het misschien veiliger of beter is het ook veel sneller te implementeren? Dit is veel sneller te implementeren, veel sneller te bouwen. Een ander voordeel is dat je dat je de verbinding ook onder water zou kunnen maken. Ja. Want onder water kan je geen bouten aandraaien, maar je kan wel onder water... De krachten in die zin gebruiken. Dan kan je op elkaar schuiven, dus het heeft allerlei voordelen. Ja. Maar goed, met TNO hebben we een fantastisch programma opgezet, waardoor het ook mogelijk is om zo'n ding te ontwerpen en te bouwen met een garantie dat hij 25 jaar of 30 jaar meegaat. Mooi. Daar gaat het uiteindelijk om. Geweldig. Ja. Nou, fantastisch dat we het hier even visueel hebben kunnen ervaren. En er ligt nog iets op tafel. Kan jij daar ook even wat over vertellen? Want dit is ook een stukje wat hier uit het lab komt. Wat is hiermee gebeurd? Nou ja, bij die slipjoint krijg je dus dat materiaal over elkaar gaat wrijven. Ja. Nou, en een van de onzekerheden is dan wat de wrijvingscoëfficiënt is eigenlijk van die twee componenten. Ja. Wat het effect is van staal op staal of van coatings op coatings. Ja. En in dat testprogramma dat we met Van Noord hebben ontwikkeld, hebben we dus echt specifiek hier de mogelijkheid gehad om in verschillende richtingen belastingen op componenten te plaatsen om die materiaaleigenschappen te bepalen. Okay. En het is dan eigenlijk niet alleen wrijving, mm-hmm. maar bijvoorbeeld ook de combinatie van en vermoeiing, corrosie, dus voor de onderwatertoepassing, en het feit dat er beschadigingen aan het oppervlak kunnen komen. En dat hebben we in een testprogramma verder uitgediept. Oké, okay, en het was dus afdoende om het te kunnen toepassen, bleek uit de labtest? Ja, het heeft de onderbouwing geleverd om het door te kunnen zetten. Certificeren, inderdaad. Ja. Kijk, fantastisch. Wat goed. Kijk, dit is altijd leuk, hè? Dan zien we ook even concreet wat er hier in dit lab gebeurt en dan dat het hier op tafel mag liggen. Voor de mensen die dus interesse hebben, ga straks ook vooral bij de breakout sessies kijken. Hè? Ook de warmtepompen en jullie zijn ook aanwezig om hier verder over door te praten. Nou, en die zeewateromgeving, die is natuurlijk enorm uitdagend. En daar is een enorm project waar jullie allemaal bij betrokken zijn. Maar ik heb begrepen ook Deltares en Eneco en een heleboel marktpartijen. Dat heet Seaflow. Kan een van jullie dat in een zin uitleggen, wat dat inhoudt, dat project? Ja, kan ik doen. Voor de toepassingen offshore spelen corrosie en vermoeiing als belangrijke degradatiemechanismes. Ja. En in het ontwerp is er in sommige gevallen vanuit de normen die er nu zijn, laten we zeggen, richtlijn te conservatieve uitgangspunten. En aan de andere kant zijn er ook nog onzekerheden. Ja. Dus we zijn nu een programma samen aan het uitvoeren om de modellering te verbeteren, dat we beter snappen wat er nou gebeurt met die details in zeewater en hoe snel die scheurtjes groeien. Ja. En om op basis daarvan weer advies te kunnen geven dat je optimaler kunt ontwerpen en kunt onderhouden. Dus dat je bijvoorbeeld je inspectieregime daarop kan aanpassen, omdat je weet hoe snel het materiaal degradeert. Okay. Dat vereist ook weer een boel testen om de modellen te valideren. Kijk eens aan. Nou, en je gaf van het aan kritische scheurtjes. Hoe kritisch is dat als er bijvoorbeeld bij jullie scheurtjes ontstaan in een bouwwerk? Varieert ook weer waarschijnlijk. Misschien weet je het van vliegtuigen. Er mogen best scheurtjes in een vliegtuig zitten. Ja. Hè? Dan is het allemaal nog veilig. Ja. Dat is ook in de stalen bruggen kan dat zo zijn. Ja. Maar je moet ze wel monitoren. Dus we moeten wel in de gaten houden waar ze zitten en hoe snel ze groeien. En, en dat is dan wel weer per constructiedeel is het afhankelijk hoe lang ze mogen worden. Dus, en dan bepalen we dus per scheur wat de kritische lengte is. Ja. Kijk, oké. En voor jullie? Want bij jullie is natuurlijk ook nog die zoutwateromstandigheid. Ja, de locatie waar het scheurtje zit is heel belangrijk. Hè. Zoals Jeroen al zei, in een vliegtuig zijn er ook plekjes waar het best kan hebben. Dat is offshore ook. Ja. En het gaat ook over wat is de kans dat scheurtje nou leidt echt daadwerkelijk tot een failure. Hè. Ja. Dat de windmolen omvalt en dan speelt er
denk ik, in onze wereld wel iets anders dan bij de overheid. Hè. Windparken zijn eigenlijk private owned. Hè. Mm-hmm. En als een windmolen omvalt op zee, dan is er niet direct een risico dat daar mensen bij omkomen, zeg maar. Hè. Dus ja. ze zijn niet bemand. Ja. Er rijdt ook geen auto overheen. Hè. Ja, dus, maar de viaducten. Dus de veiligheidsrisico's die zijn wat kleiner. Ja. En vanuit financiers wordt er natuurlijk met name gekeken. Ik wil gewoon eigenlijk niet het risico hebben dat mijn windpark uitvalt. Hè. Ja. Dus er wordt meer vanuit. Garantie op levensduur, garantie op energielevering is belangrijker dan zeg maar de veiligheidsnormen waar men bij Rijkswaterstaat mee werkt. Dus we kijken daar wat anders naar de risico's van een scheurtje. Kijk. Dus dat is in die zin interessant. Dus iedere keer situatieafhankelijk. Wat treffen we aan? Wat zou het mogelijke risico kunnen zijn? Ja. En dan is de context, hè, wat net ook al bij Coeltile en Rijkswaterstaat er ook al over, eigenlijk in zekere zin. En wat ik ook terug hoor komen, is dat soms normeringen toch wel een beetje behoudend kunnen zijn. En misschien soms ook wel mee zouden kunnen gaan bewegen met die veranderende omstandigheden. Want een product wat nu wordt gemaakt, kan hele andere eigenschappen hebben dan 30 jaar geleden. En daarin moeten we ook natuurlijk enorm mee met de tijd. Absoluut. Fantastisch. Nou, ik wil jullie enorm bedanken voor jullie bijdrage. Hebben jullie nou zoiets van, hier wil ik meer van weten? Kom dan meedoen aan de breakout sessie. De linkjes verschijnen strakjes dus onder in beeld. Ik wil jullie enorm bedanken, alle drie, voor jullie bijdrage. En volgens mij zijn we dan ook gekomen aan het einde van het programma. Het is voorbijgevlogen, kan ik wel zeggen. Het eind van het programma. Ik wil jullie enorm bedanken voor jullie aanwezigheid. Jullie hebben een uur tijd in soundbites kunnen horen wat dit bouwinnovatielab van TNO in Delft allemaal in petto heeft voor jullie. Dit is wat we nodig hebben voor die energietransitie, die grote uitdaging waar we aan staan. De verduurzaming van de gebouwde omgeving, van infra, van maritiem. Ik wil uiteraard bedanken burgemeester Van Bijsterveld dat ze aanwezig was om met ons deze feestelijke opening te doen. En natuurlijk ook het eerste gesprek samen met Tim van der Hagen, Doekle Terpstra en Paul de Krom. Nou, verder dank aan alle gasten die hier vandaag eigenlijk hun koopwaren hebben uitgestald en hebben laten zien wat dit lab allemaal in petto heeft. Ik heb al begrepen dat het dringen wordt, dus als jullie iets willen hier, wees er snel bij. En nu is het moment om met elkaar samen te innoveren. Heb je nog geen genoegen van gekregen? Ga dan vooral even naar die linkjes die onder aan de streaming verschijnen over de verschillende thema's die we vandaag hier aan tafel bespraken. Uiteraard ook heel veel dank aan Machtel de Kroon. Hè. Ze was net al even geïntroduceerd als onze gastvrouw. Samen met de 250 TNO-experts die dagelijks aan deze praktijk met elkaar werken. Wij gaan hier afsluiten. Dat we maar heel veel duurzame impact mogen maken met elkaar. Dat die innovatie een enorme slinger gaat krijgen. Mede dankzij dit bouwinnovatielab. Ik wens jullie een enorme fijne dag. Wij gaan nog even een feestje vieren hier. En hopelijk zien we jullie heel snel hier in het lab. Tot ziens. We'll be right back.